Nationaal Leger ontvangt nieuwe buitenboord motorboot. Het Nationaal Leger beschikt over een nieuwe buitenboord motorboot. Dit is mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid. In het kader van de preventieve maatregelen die worden getroffen met betrekking tot COVID-19, heeft minister Antoine Elias gemeend het ministerie van Defensie, met name het Nationaal Leger, te voorzien van een nieuwe buitenboord motorboot. Dit is mogelijk gemaakt door een donatie van $100.000, welke het ministerie ontving van LR Group. De formele overhandiging hiervan vond plaats op maandag 30 maart 2020. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.